Goedemorgen. Ik ben heel erg benieuwd. We gingen vandaag allemaal verschillende genres ook bekijken in de boekenkring. Ik heb kinderen al heel enthousiast gehoord ook over een boek. Wie zou willen beginnen vandaag? Adèle. Ik heb het boek Vet Oud. Het gaat over allerlei geschiedenisonderdelen van VOC en de middeleeuwen tot slavernij. Een van de dingen die wij hier op school doen is het houden van een boekenkring. Je zit met de klas in de kring en een paar kinderen die maken reclame voor een boek. En elk doet het op zijn eigen manier. En komen allerlei genres en soorten boeken naar voren. Bijvoorbeeld een informatieboek waarbij een kind een aantal weetjes eruit haalt, waarvan er eentje niet juist is en dan mag de klas raden. Eerst ben ik heel benieuwd, welke is zeker wel waar? Want ik moet denken aan de geschiedenisles van vorige week. Ja? De laatste. Wat bedoel je met de laatste? Toen alles VVD werd voor de Duitsers. Ja, dat had ik ook meteen bij die, dacht ik, hey, hebben we vorige week nog geleerd met geschiedenis dat zo was. We steken het heel erg breed in, de boekenkring. We kiezen allerlei verschillende soorten teksten. Omdat natuurlijk overal iets te lezen is. Maar ook omdat er kinderen zijn die niet zo heel makkelijk een heel boek lezen. En om die toch positief te stimuleren mee te kunnen doen met zo'n boekenkring, mogen zij ook wat kleinere stukjes tekst of een stuk uit de krant lezen. En dan hebben ze ook zin in een boekenkring. En dan hoop je natuurlijk dat je ze uiteindelijk verder brengt. Dat ze ook meer zullen gaan lezen. Dit boek heet Elvis wat miljonair. Het is een leuk boek, een spannend boek en een grappig boek. Het gaat erover een jongen. Ongeveer iedere keer in een maand doen we dit en dan bespreken we gewoon boeken. En dan zie je gewoon een boek en vind je het gewoon heel interessant en dan lees ik het ook. Wie zou dat boek wel willen lezen nu je dit gehoord hebt? Nou, dat zijn er wel veel. Waarom denk je dat je het wel zou willen lezen? Het leek me wel een spannend boek. De boekenkring werkt heel enthousiasmerend. Dus kinderen die van een ander kind horen dat ze een boek leuk vonden of goed vonden, die zijn geneigd om dat dan ook te willen lezen. Zou je nog kunnen zeggen aan wie zou jij dit boek aanraden? Eigenlijk dacht ik aan Rafik. En waarom dacht je aan Rafik? Omdat ik dacht dat hij misschien zulke boeken leuk zou vinden. Ja, dat vond ik wel een interessant boek. Ik dacht dat ik die wel wou lezen. En ik vond, wat ik ook leuk vond, was zo'n klasgenoot van mij had een boek van moppen. Dat vond ik wel leuk, want dan ging ze vragen stellen. Rob komt na het tennissen thuis. Zijn witte broek is van onder tot boven vuil geworden, moppert zijn moeder. Kijk nou eens naar je broek. Je ziet eruit als een vieze big. Je weet toch wat een big is? Ja, dat is de zoon van een varken. Wie weet wat het bedoelt? Ja, wat zijn moeder is. Ik heb de cursus gevolgd bij de bibliotheek, Open Boek, waarin ze ons deze werkvormen hebben aangeboden. En het is zeker zinvol, want zeker aan het begin dan ben je nog wel even zoekende naar wat voor activiteiten je in de boekenkring doet. En door de tips die de bibliotheek heeft meegegeven, kan je het starten binnen je school. Ik heb hier een doos. In deze doos zit onder andere een boek. Maar dat hadden jullie denk ik al wel geraden. Nee. Maar bij dat boek heb ik verschillende voorwerpen uitgezocht. En aan de hand van die voorwerpen ga ik jullie iets vertellen over het boek. De boek die onze juf ging reclame voor maken. En dat vond ik een hele leuke boek, want het is heel spannend en daar hou ik van, zodat je steeds meer wil lezen. Ik heb vaak, dan hoor ik een boek en dan denk ik van, oh, dat lijkt me wel een leuk boek. En dan wil ik hem heel zo snel mogelijk hebben. Zoals die boek die juffrouw had, die heb ik bijvoorbeeld nog nooit gezien in de bieb of zo. Maar zulke boeken vind ik dus ook echt leuk. Het is zeker zo dat er kinderen zijn die door die boekenkring meer zijn gaan lezen. Omdat ze gewoon de boeken aangereikt krijgen. Je probeert ook altijd wel een exemplaar of één of twee, of liefst nog meer eigenlijk, van die boeken te hebben. Zodat ze meteen kunnen starten. Dat is wel heel erg belangrijk. Omdat als ze er niet zijn, dan ebt het ook gauw weer weg. Wie heeft nu zelf een idee over wat hij de volgende keer zou kunnen doen, hoe je dit ook allemaal gezien hebt? Beersen, jij was nu ook echt niet geweest. Ik vind het altijd heel erg leuk om over boeken te praten met die kinderen. Juist om kinderen te laten zien dat er heel veel is om te lezen en dat er voor ieder wel een boek te vinden is.